kijkt naar de compilatie van het Sportgala 2021. Bekijk de hele aflevering terug op at5.nl. Hoe kijkt u terug naar het afgelopen jaar? Nou, het was wel echt een bizar jaar eigenlijk. We begonnen natuurlijk bijna zoals we nu eindigen, namelijk in lockdown. Ja. En dat er heel erg weinig kan. Gelukkig kan er nu iets meer voor jonge mensen op het gebied van sport. Want eigenlijk wil je natuurlijk uitstralen dat sporten gezond is. Dus wil je niet uitstralen, doe dat niet. Maar er is veel gebeurd. Heel veel verenigingen zaten ook wel echt in de klem. Dus ik heb eigenlijk extra bewondering voor alle prestaties afgelopen jaar. Als je weet hoe ingewikkeld het was om te trainen voor die prestaties. Heel veel kampioenen. 151. Ja, het is waanzinnig. Heel veel natuurlijk. Ja. Kijk, ze staan hier allemaal afgebeeld. Alle namen. Deze editie is natuurlijk ook heel erg bijzonder voor u speciaal. Waarom is dit zo'n bijzondere editie? Nou, ik heb het al gezegd, omdat er het een heel raar jaar was. Mm-hmm. Omdat we hier staan. En natuurlijk niet in een prachtige zaal waar iedereen in zijn mooie galakleren in het zonnetje wordt gezet. Ze zijn wel een klein beetje in gala, toch? We hebben ons best gedaan, maar het haalt het toch echt niet bij hoe we dat het liefst zouden doen. Ook omdat je dan echt feest kan vieren en ook elkaar als sporters kan ontdekken. Ja. Maar ik vind het wel heel erg leuk, want nu kunnen alle Amsterdammers meekijken. En alle Amsterdammers zien hoe trots ze kunnen zijn op al die sporters. Ja. Het is niet zo heel bekend, maar Team NL wil de beste sporters in de beste omgeving met de beste coaches bij elkaar brengen. Nou, die beste omgeving die moeten wij als Topsport Amsterdam voorzien. En iedereen kent Papendal. Maar wat niet zo bekend is dat er in Papendal zitten 400 Team NL atleten. En in Amsterdam zijn 275 Team NL atleten die een thuisbasis bij ons in de stad hebben. Dus wij zorgen voor die hele omgeving waarin zij, de roeiers, de zwemmers, de 3x3 basketballers, optimaal kunnen presteren. Ja. Wij voorzien in heel veel diensten, de hele omgeving die wij creëren voor die topsporters. Met woningen, met onderwijs, met voeding. We hebben een eigen topsportkeuken. Met alle experts die rondom zo'n atleet bezig zijn. Denk aan een dokter en een fysiotherapeut en een krachttrainer en een duale carrière en een diëtist. En nou, noem maar op wat er omheen. Dat leveren wij allemaal aan die programma's. Of dat nou de Olympische programma's zijn, maar we doen het ook voor de vereniging in Amsterdam. Nou, we hopen dat we dat kunnen doorzetten het komend jaar. Daar gaan we sowieso van uit. We gaan kijken naar wie de eerste Fanny van het jaar 2021 mee naar huis neemt in categorie talent. Nee, super mooi, super trots. Als je hoort wat we allemaal namen hebben gewonnen. Dus denk ik dat het wel mooi dat ik in het rijtje mag staan. En ik zeg dat ik bijna nooit prijzen pak eigenlijk. Dus als ik er eentje krijg is het wel mooi. Nou, bedankt. En ik ga hem thuis een mooi plekje geven. Mooi. Nou, dan gaan we in ieder geval verder naar de volgende award. En dat is niet zomaar één. Dat is een award genaamd de Paulien van Deutekom Award. Wat is dat voor award? Ja, die heeft heel veel betekenis voor ons. Ook wel wat emotionele betekenis. Paulien van Deutekom kennen we denk ik allemaal als de wereldkampioen schaatsen. En het prachtige mens dat zij was. Ik moet helaas zeggen was. Mm-hmm. 2019 is zij overleden. Veel te vroeg, veel te jong. En ter nagedachtenis aan haar hebben we besloten om elk jaar de Paulien van Deutekom Award uit te reiken op het Sportgala. Je bent hier omdat je denkt dat je genomineerd bent voor de Paulien van Deutekom Award. Ja. Maar je hebt hem gewonnen. Oh. En daarom zijn we hier. Paulien van Deutekom was mijn vrouw. En zij heeft bij Topsport Amsterdam na haar topsportcarrière gewerkt. Met het begeleiden van jonge sporters. En heeft dat altijd geprobeerd in haar eigen filosofie. Ik voel me vereerd dat ik, nou in ieder geval, ik voelde me al vereerd dat ik genomineerd was. Maar nu zeker dat ik hem gewonnen heb. Ja, ik vind het heel tof dat ik hiervoor op deze manier beloond word. Dit geeft een extra zetje om weer nog harder mijn best te doen om nog beter te worden. Dus dankjewel. En naast mij staat Jan Niebeek, voormalig korfbalspeler, trainer van het Amsterdamse Blauw-Wit en bondscoach van het Nederlands korfbalteam sinds 2020, waarmee hij Europees kampioen is geworden. Gefeliciteerd. Dank je. Dat is een geweldige prestatie, Europees kampioen. Ja, wij waren daar zeer content mee. Ja. Het werken met een groep naar een bepaald teamproces, dat vind ik iets magisch. En dat triggert mij altijd, want in elk proces is weer anders, dus dat is
heel mooi om daar onderdeel van te zijn en te kijken hoe haal ik nou het maximale uit zo'n ploeg. Ja, en is dat het mooiste wat jij aan sport vindt, het maximale eruit halen? Absoluut, ja. Dat is voor mij echt het mooiste. Ja. Oké, goed. Nou, dan gaan wij in ieder geval kijken naar wie de Fanny voor beste coach dit jaar mee naar huis mag nemen. Eerste prijs van het seizoen. Mag ik hopen? Mag ik hopen inderdaad, hè? Ja. Dus de Fanny van de coach van dit jaar. In het Olympisch jaar. Deze prijs winnen, ja, daar ben ik zeer vereerd mee. En ik vind het ook mooi omdat de Fanny Blankenskoen bokaal is. Ik heb jarenlang in het Fanny Blankenskoen stadion gewerkt. Dus ja, ik heb wel wat met haar. En dan ken je de historie van haar. Groot sportvrouw, dus ja, een bijzondere prijs. En ik ben er zeer vereerd mee. Dankjewel. Erik ten Hag, gefeliciteerd met je award. Geeft een mooi plekje. En naast mij aangeschoven is Redly Legito, honkballer en Europees kampioen 6-2 maar liefst. Hoe is het om met zulke grote cijfers te winnen in de finale? Ja, grote cijfers wil ik het niet noemen. Weet je, we komen ze tegen in de poolfase, we verliezen van ze. Maar we denken gewoon van ja, we komen hier nog wel een keer tegen. En dat is toevallig geweest in de finale. En hebben we gelijk laten zien hoe het zit. Dus jullie wisten eigenlijk al een beetje hoe je ze moest aanpakken, om het zo even te zeggen? Ja, eigenlijk wel. We komen gewoon voorbereid terug. We hebben gewoon geleerd van de eerste verlies van hun. Mm-hmm. En de tweede keer gaan we er gewoon overheen. De winnaar van Sportploeg van het jaar 2021 gaat uit naar... Jij moet even blijven staan. Ik moet blijven staan? Ja. Oké. Okay. Je dacht natuurlijk dat je klaar was. Dat had ik wel op gehoopt. Jij denkt natuurlijk dat de prijzen in mei worden uitgereikt. En dat, dan worden, dat de prijzen regen gaat vallen. Daar hopen wij natuurlijk op. Oké. Okay. Maar ik heb er nog eentje bij me, Edwin. Oké. Okay. We zijn niet onbekend met de belangrijkheid van de prijs voor de stad Amsterdam. En, ja, dit waarderen we enorm en uiteraard de lat van de trainer die wordt iedere keer hoger gelegd. En ja, we zullen uiteraard uit ons best doen, niet alleen in Nederland, maar uiteraard ook in Europa, om Amsterdam en Nederland trots te maken op de club Ajax. Daar rekenen wij wel een beetje op. Is goed, we doen ons best. En hoe was het voor jou om die bronzen medaille te pakken? Want 17 jaar lang heeft het een Nederlander niet kunnen lukken en jij komt en jij pakt hem gewoon even. Nou, hoe was het voor jou? Het was niet even, maar ja, ongelooflijk. Ik ben trots, blij, dankbaar. En ik denk dat het harde werk van al die jaren nu beloond wordt. En dan gaan wij nu kijken naar wie de winnaar is van de Fanny Sportman van het jaar. Uitgereikt door niemand minder dan Pieter van de Hogeband. The one and only. Kijk. Grote vriend. Iemand niet had verwacht hier. De Sportman van Amsterdam. Arno, jongen, je weet het. Ik ben... ontzettend trots op je. Namens iedereen, ontzettend gefeliciteerd. Oh, dankjewel. You're welcome, my friend. Mooie verrassing dit. Ja. Dit is echt een geweldige kroon op dit seizoen. Met twee medailles en dan met de Fanny naar huis. Ja, met de Fanny, ja. Geweldig. Hartstikke blij dat ik überhaupt genomineerd was en dat ik er nu de win. Geweldig. Complimenten aan zowel Billy als Tom. Geweldige andere sportmannen. En dat ik mag winnen, ja, spectaculair. Kerel, we zijn trots op je. Dankjewel. Het is je gegund. De Amsterdamse pluim, wat is dat eigenlijk? De Amsterdamse pluim is een specifieke prijs voor organisaties die ervoor zorgen dat mensen met een beperking, dat kan een fysieke beperking zijn of een mentale beperking of een chronische ziekte, toch ook mee kunnen doen met sporten. Want dat is helemaal niet vanzelfsprekend, maar wel heel erg belangrijk. Dan gaan we nu bekendmaken wie de Amsterdamse pluim voor 2021 heeft gewonnen. Het is mij een heel groot genoegen om de Amsterdamse pluim van 2021 uit te reiken aan u, Laila Bedouw, voor het initiatief Het Moedernetwerk. Ik zet hem zo neer voor u. Niet alleen laat u kinderen sporten die normaal gesproken niet naar een sportclub kunnen of een andere initiatief vanwege hun beperking. Maar ik heb ook gehoord dat broertjes en zusjes mee kunnen. Gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Wij doen heel veel. Maar waar we heel erg trots op zijn, is inderdaad de activiteit wat we houden elke zondag met sport voor kinderen met een beperking. Inderdaad ook de broertjes en de zusjes. Ja. En ook de ouders die inderdaad aan het kijken zijn en in gesprek zijn met elkaar over allerlei zaken. Dus we zijn echt heel erg blij, ook omdat we dus op deze manier positieve signaal uitgeven naar Nieuw-West, naar kinderen met een beperking en de ouders die daar... De felicitaties aan het moedernetwerk. En dan zijn we nu toegekomen aan de laatste categorie, sportvrouw van het jaar.
En kijk eens wie hier in de studio staat. Niemand minder dan Fleur Jong. Gefeliciteerd. Dankjewel. Wauw, je bent hier gewoon live. Dus geen filmpje of iets, maar gewoon live in de studio. En jij gaat de prijs uitgekeerd krijgen of uitgereikt krijgen van mevrouw Kukenheim. Ja. Kijk, dit wordt even een bijzonder speciaal moment. Ja. Ik schuif hem zo naar je door. Alsjeblieft. Bedankt. Heel erg Fanny voor Sportvrouw 2021. Ik wil hem af even vasthouden hoor. Besef hem even. Ja. Heel gaaf. Ja. Ja, echt heel gaaf. Dankjewel. Wat doet deze prijs? Wat betekent deze prijs voor je? Wat doet die met je? Nou, ik denk dat dit een erkenning is voor alle prestaties die er zijn geleverd afgelopen jaar. Niet alleen door mij, maar misschien zelfs ook door mijn hele team. Mm-hmm. Ik doe het natuurlijk niet alleen. En ook een erkenning voor de Paralympische sport, vind ik. Ja. Ja, ik denk dat ik nog nooit zo'n succesvol jaar heb gehad als 2021. En dat na een jaar waarin we zoveel uitdagingen hebben gekend met z'n allen. Om dan weer zo op het hoogste podium te mogen presteren. En dan ook nog te winnen. En daarbij ook nog hele eervolle prijzen in ontvangst te mogen nemen. Zoals de Gouden Spike en zoals de Fanny. Mm-hmm. Ja, beter wordt het niet, denk ik. Je noemt de Gouden Spike en de Fanny in één adem. Dus zo belangrijk is hij dus voor je. Ja, natuurlijk wel. Ja. Bedankt voor het kijken naar het Amsterdamse Sportgala 2021. En hopelijk tot volgend jaar.